De Zuidhout, 3 maart 1945. Fouten met verwoestende gevolgen. Het is zaterdagmorgen, 3 maart 1945. De wijk De Zuidhout in Den Haag wordt wakker. Er is geen besef welk noodlot in de lucht hangt. Op dat moment stijgen 61 Engelse en Franse bommenwerpers op vanaf hun basis in bevrijd gebied. Hun doel? Duitse V2-raketten in het Haagse Bos, die op Londen zijn gericht. Die raketten zijn een tijdje daarvoor al door de Duitsers verplaatst, maar dat weten de piloten niet. Tot overmaat van ramp krijgen ze ook de verkeerde informatie mee. De coördinaten op hun bommenkaart zijn verwisseld. In plaats van over het Haagse Bos vliegen ze over de woonwijk De Zuidhout. Het is die dag bewolkt. In Den Haag staat een stevige zeewind. Maar op de kaart van de piloten staat een lage windkracht, gemeten in Tilburg. Als de vliegtuigen hun bommen loslaten, zien de piloten niet dat die zo de wijk in waaien. 67.000 kilo aan brisantbommen raken de woonwijk in het hart. Het is een verwoestend bombardement. Ruim 500 inwoners uit Den Haag sterven. Ruim 300 raken gewond. De wijk staat dagenlang in brand. Meer dan 2000 huizen, kerken en winkels gaan in de vlammen op. Nog jaren na het bombardement spelen kinderen er in het puin. Na het puinruimen blijft alleen de leegte over. Decennia later wordt de wijk pas weer opgebouwd en is dan blijvend van karakter veranderd. Meer weten? Ga naar bb45.nl.